Hey mensen, dit is ons gaming en het is weer tijd voor de FIFA 18 carrière modus met PSV natuurlijk. En ik hoop dat jullie allemaal een ontzettend leuke kerst gehad hebben, dat jullie er mooie dagen van gemaakt hebben. En ik wil jullie allemaal nog bedanken voor alle felicitaties en berichtjes die jullie gestuurd hebben via, nou, van alles via Instagram, via reacties op video's. Want ik was natuurlijk ook jarig op eerste kerstdag en het was allemaal weer hartstikke goed, hartstikke mooi, hartstikke leuk. En ja, nou is het op naar het oud en nieuw, naar het nieuwe jaar. Dus ja, ik ben benieuwd wat het gaat worden allemaal. Voor deze video, dan natuurlijk kijk op die like-knop. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Volg mij natuurlijk ook op Instagram, want we hebben bijna daar 300 volgers. Dus het zou leuk zijn als we dat ook nog gaan halen. En we hebben ook nog vandaag, zag ik toevallig toen ik op mijn YouTube-pagina keek, dat we de 1,5 miljoen views gehaald hebben. 1,5 miljoen views. Dat klinkt, dat is eigenlijk best wel ontzettend veel als je erover nadenkt. 1,5 miljoen views. Oké, dat is best wel, is gewoon best wel tof in ieder geval. Maar goed, we gaan zelf verder met carrière. Zoals jullie weten gaat het eigenlijk ontzettend goed. We hebben maar ja, één keer eigenlijk een foutje gemaakt. En dat was tegen Feyenoord geloof ik. 1-0 verloren. Maar voor de rest, we hebben gewoon 13 wedstrijden gewonnen. 1 verloren. Het gaat eigenlijk gewoon ontzettend goed. Ik kan er eigenlijk niks van ons van maken. We hebben 39 punten. En wat opvallend is tot nu toe is dat Ajax erg slecht gaat. Op een of andere manier. En ja, Twente die staat eigenlijk weer veel te hoog. Net zoals Groningen. Het is opvallend. Ook Venlo staat helemaal onderaan. Terwijl die in het echt eigenlijk natuurlijk ook gewoon best wel goed doen. Ze hebben ook pas 5 punten. 5 punten zie ik nou pas Venlo. 1 wedstrijd gewonnen. 2 gelijk. En 10 verloren. Ja, dat is dat is niet zo best natuurlijk. Goed, wij gaan zelf zo meteen eerst de wedstrijd spelen tegen, ik geloof, Sparta. Even kijken. Ja, we spelen thuis tegen Sparta. En daarna gaan we nog een uitwedstrijdje spelen bij FC Groningen. Dat zijn in principe 2 wedstrijden die we natuurlijk gewoon moeten gaan winnen. En daarna, en die zal in de volgende video gaan komen, dan moeten we dus uit bij Ajax. En we weten allemaal hoe het in het echt afgelopen is. Dat ging natuurlijk niet zo goed voor PSV. PSV werd echt helemaal weggespeeld door Ajax toen. Maar goed, we gaan kijken wat we er kan gaan maken als we zelf tegen Ajax gaan spelen over een tijdje. Ik zie dat we een gesprek hebben. Mike van de Meulenhof. Ja, jij wilt spelen, maar ik denk niet dat er echt veel ruimte voor jou is, beste vriend, op dit moment. Goed. Goed, de laatste paar wedstrijden heb ik iedere keer verteld dat ik op legendarisch speel. Dat pas ik iedere keer aan. En ik zag ook in de reacties, ik zei toen een tijdje geleden van misschien moeten we nog een stapje hoger gaan spelen. Maar ja, er is niks hoger dan legendarisch, zeg maar. Dus ja. Wereldklasse, daar begonnen we op. Nu spelen we op legendarisch. En dan nog winnen we vrij gemakkelijk. Dus ja, dit is het eigenlijk. We kunnen hem niet hoger zetten. Dus ja, laten we het dan maar gewoon daarop houden. We beginnen tegen Sparta gewoon met de bekende naam eigenlijk. We gaan niks veranderen. Lozano, Locadia, Bergwijn, Ramselaar op CM. Hendricks, Van Ginkel, Barreca, Isimat, Swaap en Arias en Lafont. Ja, er valt eigenlijk niks aan toe te voegen. Deze mannen doen het gewoon ontzettend goed. En ja, daar blijven we dus ook bij. We gaan snel door naar de wedstrijd in eigen huis tegen Sparta. Goed, en we zijn onderweg. Het regent een beetje hier in het Philipsstadion. Je ziet het ook. Dat wanneer de bal over het veld heen gaat, dat er wat water omhoog komt. En gaan we eens kijken. Ik heb eigenlijk niet gekeken hoe Sparta ervoor staat. En dit zag er al meteen aardig uit. Ik heb eigenlijk nogmaals dus niet gekeken hoeveel punten Sparta heeft, op welke plek ze staan. Maar het maakt eigenlijk niet veel uit. We moeten gewoon zien te winnen. Oh. En onze belangrijkste man is natuurlijk Locadia. Die heeft gewoon al 14 doelpunten gemaakt dit seizoen. Die loopt dus gewoon 1-op-1 wat dat betreft. En eens kijken of hij deze wedstrijd ook weer een goaltje kan gaan maken. Oh, een foutje van Sparta achterin. En Locadia kan de bal veroveren. Maar er is niemand echt mee. Ja. Daar hadden we misschien iets meer uit kunnen halen. Maar we zetten Sparta nog steeds onder druk. Misschien een voorzetje. Ja, Lozano. Oeh, nou, Hendricks dan. Hoppakee, wat een goal is dit zeg. Dit is denk ik de eerste van Hendricks volgens mij van dit seizoen. Maar wat een knal is dat zeg. En zo staat het dus in de 11e minuut alweer 1-0. Het gaat ook zo makkelijk allemaal. Hè? Die ballen vliegen er allemaal gewoon echt keihard in. Het begint hier met Bergwijn dat eigenlijk een ja, matige voorzet geeft. Lozano kop mis. En ja, Hendricks, die, het is niet eens in de hoek. Het is gewoon kijken. Ah, de keeper had deze bal toch gewoon moeten hebben eigenlijk, hè.
Nou, Hendricks schiet hem met links, keihard erin en het is dus 1-0. Ik geloof dat het de eerste goal van Hendricks is, volgens mij. Ik weet het niet zeker meer, maar volgens mij is het de eerste goal. Dus nou goed, we staan weer eens een keertje voor, zoals eigenlijk altijd. Nou, meteen wel een kantje van Sparta, maar die bal ging behoorlijk over. Nou, een countermogelijkheid via Lozano. Ja, dat komt goed uit, oké. Dat is Locadia. Oeh. Het leek wel of die speler van Sparta mezelf nog aanraakte. Even kijken, wat gebeurde nou precies? Oké, nou het is toch Locadia. Ik was toch met Locadia dus, die de bal net aan de zijkant lang stikt. Maar dus waren we dicht bij de 2-0. Sparta die maakte nog niet heel veel, pakte er niet heel veel van tot nu toe. Poeh, daar wordt de bal van de lijn gehaald. Daar was Sparta dicht bij de 1-0. En, nou, heel goed gekiept daar van Lafont. Maar eerst wordt daar in eerste instantie wordt de bal van de lijn gekopt door een van onze verdedigers, geloof ik. En daarna is het Lafont die dus de 1-1 weet tegen te houden. We hebben niet de minste goals tegen trouwens. Feyenoord heeft maar 8 doelpunten tegen dit seizoen. En wij hebben er geloof ik al 11 tegen. Dus wat dat betreft doen we het iets minder goed. Maar daarentegen hebben we wel weer heel wat meer goals gemaakt. Hier de Arias aan de bal. Eens kijken of hij misschien met een voorzet kan komen. Raakt hij door? Nou, pas hem naar Bergwijn. Is het daar weer Hendricks? Dat zou het zijn geweest als Hendricks hier zo 2 goals zou maken in de eerste helft. Ah, dit schot was een stukje minder. Het is nu toch een degelijke wedstrijd. Een beetje, laten we zeggen, een soort van, mochten we gaan winnen, dan zeggen we achteraf van het was een zakelijke overwinning. Arias zit er trouwens weer goed tussen hoor. Dat echt een fantastische speler is dat eigenlijk ook, tenminste voor de Eredivisie dan. En nee, deze voorzet van Bergwijn was niet bijzonder sterk. Kijken of Arias hier weer tussen kan zitten. Nee. Nu hebben ze wel een kantje bij Sparta, maar hij is natuurlijk helemaal alleen hun spits. Ah, hij moet al oppassen. Nou, ah, goed verdedigd van Swaap. Oh, dit is trouwens niet zo handig van mij. Oh, ja, opletten. Goed zo, Barreca, je bent ook een goede back. Nou, dan hebben we zelfs kans om eventueel te gaan counteren. Die bal is, ja, die is toch wel net goed. Ramslaar is natuurlijk heel snel. Nou, die bal naar Bergwijn. Ja, Bergwijn. Appa, en 2-0. Ha. Lekker hoor. De keepers zijn echt verdomd slecht trouwens in het spel. Deze bal had hij eigenlijk ook kunnen hebben. Dit is goed gedaan van Ramslaar. Ook goed gewacht van Bergwijn dat hij niet buiten spel staat. Maar de keeper van Sparta, die... ja, ik wil niet heel stoer doen, maar zo'n bal zou ik misschien nog wel tegen kunnen houden. Nou goed, het staat 2-0. En er is eigenlijk gewoon helemaal niks aan de hand. Goaltjes van Hendricks en Bergwijn. En ik moet zeggen, Bergwijn... Ja, we hebben natuurlijk wat kritiek gehad dit seizoen op hem, maar toch doet hij het best aardig. En we zijn nu weer los, weer via Bergwijn. Die bal kan op Lozano. Ja, dat is natuurlijk niet het sterkste punt van Lozano. Als daar bijvoorbeeld Locadia had gestaan, dan had het zomaar 3-0 kunnen zijn. Maar tot nu toe we hebben echt niks te vrezen van Sparta. Die maken er weinig, ze pakken er weinig van. Nou, weer Lozano. Hoppa, ik zei net... Ik zei net, koppen is niet zijn sterkste punt. Het staat gewoon fucking 3-0. Weer Bergwijn, goede actie. Hop, balletje voorgeven. Ah, ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit op legendarisch staat, jongen. Het gaat zo ontzettend makkelijk. Misschien zelfs 4-0. Oh, Lozano. Oh, dit had echt... Ik denk deze gaat erin. Dit had 4-0 moeten zijn. Ik kan hem ook nog kunnen afleggen op Ramslaar, maar... Ik besloot om zelf te schieten. Nou, dus gaan we dus de rust in met 3-0 gewoon. 3-0. Dat is zeg maar best wel aardig. Ja, we gaan denk ik niks wisselen. Het gaat goed. Dus we gaan meteen door naar de tweede helft. Oh, wat een knal van Ginkel was dat zeg. Zo, die bal die ging echt hard op de kruising. Dat was bijna 4-0. Ah, we spelen Sparta echt helemaal kapot. Hop, ah, nou heeft de keeper hem wel van Sparta. Dat was een goede redding. Aardig schot van Locadia. En weer op de lat. En, oh, jezus. Nou was het volgens mij weer Bergwijn met een flinke poeier. Maar we spelen echt Sparta helemaal naar de kloten.
Zo, en daar was een aardige kans uit het niets ineens van Sparta. En dat, oh, zit ik niet op te letten. Daar verplitsen ze het alsnog bij Sparta. Maar dat kwam wel goed weg. Dat kwam echt eventjes heel goed weg wat dat betreft. En dit is niet zo handig. Hier ben ik te veel slaat. Dit zou zomaar zo'n rode kaart kunnen zijn. We hebben sowieso een penalty. Ja, ik krijg rood met Ijemat. Terwijl we godverdomme 3-0 voor staan. Ik denk, ik kan hier nog. Ik maak hier gewoon even sliding. Ah, ik zit er gewoon helemaal langs. Veel te laat ook. Oké. Okay. Nou, de speler is ook meteen geblesseerd. Maar we hebben dus ook een penalty tegen en een man minder. Dan zullen we zo meteen even meteen moeten gaan ingrijpen. En ze scoren. Het is 3-1. Oké. Okay. Ja, dat was niet zo handig. Ik denk, ik kan die sliding wel maken. Want die slidings die gaan best wel goed in deze FIFA namelijk. Kan meestal heb je toch al gewoon dat je de bal echt goed kan afpakken. Maar ik zat er nu echt helemaal langs. Nou, dan gaan we dus maar Rams laten afhalen. Dan zetten we die daar neer. En dan gaat Lucas het erin. En dan spelen we dus maar eventjes zonder CAM. En we gaan ook eens even kijken. We gaan Stans erin zetten. Of die is trouwens best wel moe, zie ik. Laten we daar maar eventjes mee wachten. We kunnen natuurlijk Lammers eventjes. Ja, we laten Lammers wel in de spits spelen. Of zullen we... Nee, we gaan het zo doen. We gaan Lammers in de spits zetten. Locadia zetten we op rechts eventjes. En dan kunnen we alsnog kijken of we zometeen nog even iets anders gaan wisselen. Goed, we hebben nog ongeveer ruim 20 minuten te gaan. We hebben een mannetje minder en het zat wel 3-1 nog. Dus we hebben nog een voorsprong. Ik denk wel dat Ijemat nog wel eens een aardige schorsing zou kunnen krijgen. Dat we zeg maar Ijemat langer dan één wedstrijd kwijt zijn. Dat is een hele goede bal dit van Lammers. En Locadia, ja. Dat was net niet dit. Ja, goede loopactie van Barreca. Lekker. Kom, nu voor op die bal op. Ja, Locadia staat daar weer. En, is het geen Hens? Nee, hè? Nee. Ja, je kan het al proberen natuurlijk. Merk wel dat we nu een mannetje minder hebben. Dat Sparta wat beter in de wedstrijd komt. Ze hebben natuurlijk ook nog wel een kantje. Stel dat ze nu snel de 3-2 maken, dan... dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Ja, is natuurlijk wel stom. Dat we ineens zo'n penalty weggeven. Vooral dat we ook nog eens rood pakken. Nou, hop. Je zou verwachten van Sparta dat ze natuurlijk alles of niks gaan spelen nu, maar... Dat valt, nog wel mee, zeg maar. Ja, goed, gespeeld van Ginkel. Nee, het schot wordt ook weer geblokt. We komen er zelf echt aanvallend niet helemaal meer echt uit. Maar eerlijk is eerlijk, het hoeft eigenlijk ook niet. Hè. We staan 3-1 voor, het is allemaal gewoon weer het is goed. Ah, ik had Lucas eventjes in de aanval. Ja, bedoel, waarom niet? Hup, Lucas. Hop. Ja, goed balletje. Terug. Ja, het zou het zijn, Lucas. Dat was mooi geweest als Lucas er gewoon even de 4-1 zou maken. Gaan wij zelf nog iets wisselen? Nou, Barreca. Jij kan zo doorlopen, Barreca. Oh, goede sliding daarvan. Iemand achterin bij Sparta. Anders had Barreca zomaar de 4-1 kunnen gaan maken. Het lijkt erop dat het gewoon 3-1 blijft. Die penalty heeft natuurlijk in die rode kaart hebben natuurlijk wel voor gezorgd dat de wedstrijd... redelijk op slot komt te zitten. Terwijl even oppassen, het kan hier nog 3-2 worden. Ja, het wordt toch 3-2. Dat is aardig gespeeld van Sparta. En zo krijgen we toch weer 2 goals tegen. Het is maar goed dat we zelf in de eerste helft 3 gemaakt hebben. Op. Anders zijn dit toch wedstrijden waar je ineens de zomaar punten kan verspillen. Maar goed, we staan nog steeds 3-2 voor en het wedstrijd zit er eigenlijk ook wel op. Het zit erop. Nou, we winnen in ieder geval 3-2. Eerste helft was goed, tweede helft was ook oké. Okay, totdat we natuurlijk rood kregen en een penalty en dat soort ellende allemaal. Nou, ik moet zeggen dat de schorsing meevalt voor Ijemat. Ik heb al vaker gehad dat ik als ik rood kreeg bij FIFA Career Mode, dat je dan zomaar 3 of 4 wedstrijden geschorst was. Maar dat valt deze keer mee. We zijn Ijemat de komende wedstrijd dus uit bij Groningen. Dan zijn we hem in ieder geval kwijt. Dus dat is één ding wat zeker is. En die wedstrijd is best wel snel trouwens. Een soort van midweekse ronde geloof ik. Want het is namelijk op een woensdag dat we spelen. Ja. En we spelen dus uit. Even kijken wat we trouwens hier nog te melden hebben. Aanbieding voor Zuid-Afrika. Nee, vind ik niet interessant. Dus we gaan meteen eventjes verder. En we gaan het probleem natuurlijk oplossen. Want Ijemat gaat er dus uit. Dan krijgt Lucas de kans natuurlijk. En we nemen dan ook maar eens Obispo mee dat hij misschien eens een keer gaan invallen in de tweede helft.
Gaan we verder nog wat veranderen? Nou, ik was op zich wel tevreden over de rest tot nu toe. Dus nee, we gaan niks veranderen. Goedmondsen. Maar misschien dat we toch een dingetje gaan veranderen. Want Maher lijkt toch eigenlijk wel einde verhaal te zijn. Misschien ook wel Peredo zelfs. Ik denk dat we Goedmondsen maar eens mee gaan nemen. Ik zag hem pas spelen in de beker tegen Venlo. Toen was hij, vond ik hem best wel goed, zeg maar, in het echt. Was best wel prima. Dus laten we die maar eens meenemen. En dan gaan we dus beginnen uit tegen Groningen. En ben ik benieuwd wat we ervan kunnen gaan bakken. Nou, daar zijn we dan. Kijk eens, wat een sfeer daar in Groningen. Ik moet eerlijk zeggen, het ziet er echt tof uit hoor. Zo dat publiek zo met die bordjes. En dan mooi in het wit en groen van FC Groningen natuurlijk. En nou, we gaan beginnen. We spelen dus zonder Ismat. We spelen met Lucas dankzij de schorsing. We zijn dus onderweg. We spelen een keertje in de avond. Dat komt ook niet zo heel vaak voor, geloof ik. En we zijn meteen vrij snel de bal kwijt. Ja, dit is goed gespeeld. Dit is goed gespeeld. Ramslaar. Up. En het is al 1-0. Hopsakee. Dat is lekker. Dat gaat goed. Eerst de echte grote kans. En het is meteen 1-0. En het was volgens mij Locadia die daar een heel goed paasje gaf. Eens even kijken. Hier Locadia draait zich vrij. Hop, wachten. En ja, Ramslaar met een hele goede loopactie. En het staat dus alweer heel vroeg 1-0. En ja, het is het eerste doelpunt van Ramslaar. Zo verwacht dat hij al meer gemaakt heeft. Hij heeft natuurlijk de laatste wedstrijden best veel gespeeld. Voornamelijk veel assisten gegeven. Maar nou, ook nu zijn eerste goal dus. En daar is uit het niets de 1-1. Oké. Eerste voorzet, eerste kans van Groningen. En ik denk, volgens mij is het Veldwijk of niet? Wie is het? Nee, dat is niet Veldwijk, toch? Nee. Of wel? Je weet het ooit bij FIFA, die gezichten zien er niet altijd even realistisch uit. Maar eerste beste kans voor Groningen. Het is 1-0. Even kijken wie nou die. Het is trouwens wel een goede voorzet. Hop. En dan Swaap die er langs zit. En ja, goed ingekopt. Volgens mij is het Veldwijk, toch? Oh nee, Mahi. Oké, ja, nee, je weet het niet. Hè. Je weet het, zoals ik al zei bij FIFA, je weet het niet altijd. Maar hier maakt dus de 1-1. Maar hier is trouwens ook wel een speler die wij eventueel bij PSV zouden kunnen gebruiken. Het is natuurlijk wel in het echt in ieder geval volgens mij een lastig persoon. Tenminste, zo wordt het in de media gebracht, want je weet nooit wat er allemaal precies natuurlijk gebeurt. Nou, oké. Goed gedaan van Swaap, goed die bal veroverd, goed balletje gegeven op Locadia. Dan moet wel iemand meekomen, zo. Oké, geen overtreding. Ja, ik heb zelf wel een overtreding gemaakt, zoals Lucas dus, die hier geel pakt. Volgens mij was dat ook een flinke overtreding die ik maakte daar. Ja, dat kunnen we wel zeggen, dat was zeg maar niet echt op de bal. Nou, dan moeten we wel oppassen dat ik dadelijk niet onze vervanger van de geschorste Easymat eigenlijk ook nog weer af wordt gestuurd. Ja, goede bal. Goede bal. Ah, dat was een aardige paas van Ramslaar weer. Die speelt echt wel lekker hoor. Dat is wel onze beste CM op dit moment. Ik moet zeggen, Groningen doet het zeker niet slecht. Ze staan liever niets op de vijfde plek, geloof ik. Of vijfde of zesde, waar staan ze? Komt er nog niet heel makkelijk doorheen op dit moment. Oh, dit is wel heel slecht. Van Ginkel. Oh, dat duurt het lang. Dat was even een foutje achterin daar bij Groningen. We hebben wel een corner. En nee. En wie moet nog lopen hier? Ja, Barreca staat hier nog. Die kan de bal weer inslingeren. Maar er staat niet echt iemand. Nee. Nou, Arias dan. Nee. Ah, het duurt lang. Ah, die bal had de Bergwijn gemoeten. Ah, we hebben zwaar een vrije trap. Dat is misschien wel de eerste vrije trap van dit hele seizoen. Want zoveel vrije trappen krijg je namelijk niet in FIFA. Nou, we gaan hem met Locadia nemen natuurlijk. Ik denk dat hij te zacht is. Ja, tegen het muurtje aan. Nou, we hebben wel een corner dan. Nee, wat is dit nou weer? Ik druk nergens op, hè? Nou, hier komen we goed weg. Echt die spits, ik weet niet wie het was, maar hier weer waarschijnlijk of zo. Die laat ze gewoon vallen. En dan had ik dus zomaar de tweede gele kaart met Lucas kunnen krijgen en weet ik het allemaal nog meer. Maar ik drukte echt serieus nergens op. Ineens viel die vent gewoon neer. Here comes the corner.
Ja, goed gedaan van Bergwijn. Lekker, kom, nu counter, hop. Ah, nee, je zag het al aankomen. Die bal was gewoon niet goed genoeg. En dan maakt meteen weer een overtreding. Ah, Bergwijn, we zitten weer tussen. Dat is goed, goede werklus. Jammer van deze pas. Van Ginkel zit er weer tussen. Lekker, kom. Nee, het duurt allemaal te lang, heel de wedstrijd. Het is heel de wedstrijd al dat het allemaal te lang duurt. Dit is trouwens ook helemaal niks, dit. Nah. Nou, de eerste helft ging aardig gelijk op. Het valt me ook op dat spelers voor mij best wel moe aan het worden zijn. Onder andere Bergwijn. Dat komt natuurlijk ook omdat weer dit een midspeelse ronde is, zeg maar. Midspeelse, ja. Door de weekse ronde. We moeten op woensdag spelen. We hebben op zaterdag ook al gespeeld op zondag. Dus eens even kijken. We gaan stands maar erin brengen. Dat gaan we doen. Hoppakee. Even kijken, ik denk dat we Van Ginkel ook eventjes het uithalen. Die ziet er ook aardig moe uit. Dan zetten we Ramslaan en Lidia achteren. En dan gaan we gewoon Gudmundsen erin zetten. En dan een keertje geen Rigo, maar gewoon Gudmundsen. Laten we die een keer daar spelen. En we staan 2-1 achter. Oké, okay, ja, Groningen staat in ieder geval niet zo hoog op de ranglijst. Het is weer maar hier voor Spijn. Ja, dat was een goed hakje daar. En wij verprutten het zelf trouwens ook echt hard. En dan, ja, die bal die gaat er net in. Pas precies. We staan 2-8. Oké. Prima. Ah, lekker balletje van Gudmundsen dit op Lozano. Nou, waar is Locadia? Nee, die bal gaat op Stens. Oké, we moeten eigenlijk toch wel deze wedstrijd op zijn minst gelijk spelen. En hier zijn we de bal weer kwijt. Oké, okay, Groningen speelt echt goed. Ze gaan er hard erin. En ik had niet verwacht dat ze zo sterk zouden zijn. Nee, ik weet niet wat het is. Maar het loopt deze wedstrijd niet echt. En we zullen toch wat risico moeten gaan nemen. Dus we gaan een heel stuk aanvallender spelen. Dit ziet er misschien goed uit. Stens, pak de bal. Nou, het gaat een corner worden zo te zien. Ja. Het is een vrij harde wedstrijd, want we hebben nu alweer een vrije trap. We hadden net ook al een paar keer een vrije trap. En ja, deze gaan we denk ik maar voorgeven. Met Ramslaar. Ja, er wordt slecht uitverdedigd daar, maar Patje heeft hem natuurlijk. Nou goed, ja, laatste 20 minuten. We moeten iets doen. Eens even kijken, wat kunnen we nog gaan inbrengen? Ja, het is alles of niks. We gaan 3-4-3 spelen denk ik. Dat gaan we gewoon maar eens even doen. Even kijken, dan moet er een. Even kijken, 3, 4, 1, 2. We zouden zo kunnen gaan spelen. We gaan gewoon echt alles of niks spelen. Lozano, Locadia en de Spits die zijn natuurlijk allebei wel vrij moe. Maar oké, dat maakt niet heel veel uit. We halen Lucas er wel weer eruit. Want die heeft toch al geheel zitten. Barreca, Swaap en Arias zetten we gewoon daar op de vleugels. Of achterin neer, of voor de snelheid. En dan Pereiro erbij. Dan gaat Ramslaar hier zo spelen. Eens even kijken. En dan doen we Pereiro daar, Gudmundsen. Nou, het ziet eruit. Of tenminste, laat ik zeggen, het ziet er helemaal niet uit. Maar we zullen iets moeten. Alles of niks. De laatste 20 minuten moeten we gewoon proberen om in ieder geval nog een punt te gaan maken. Het kan ook zomaar zijn dat we nu weggespeeld worden. Dat het 3-1 wordt de 4-1 van Groningen. Maar ja, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. Now this looks promising. Nou, Stens. Ah, net die bal niet lekker mee kunnen krijgen. En deze voorzet is ook niet echt bijzonder goed. Die had er eigenlijk wel zo mee kunnen vliegen. Dat was wel vet geweest. Maar we zullen de laatste kwartier nog even flink aan de bak moeten. Kijken of we nog een goaltje kunnen gaan maken. Nou, de laatste 10 minuten gaan we gewoon alles op de aanval gooien. En laat maar, we staan 3-1 achter. Echt deze wedstrijd, jongen. Het is helemaal gewoon niks. Groningen krijgt ook echt een paar kantjes. Scoort ze ook gewoon allemaal. Nou, daar staan we dus gewoon 3-1 achter nu. Ook weer bij een corner. Dit is echt wel een beetje een zeer matige wedstrijd. Het is ook niet van de bal te krijgen, die mensen van Groningen. Ik weet niet wat er is. Ach, dan worden we helemaal weggetikt. Wordt het zelfs 4-1 nog? Nee. Nou, dit is goed gespeeld. Locadia. Ja, lekker. Hoppa, toch nog 3-2. Nou, hup, snel die bal pakken. Goede bal trouwens van Stens, maar goed geschoten ook van Locadia dit. Hop. Hop. En bam. Nou, kom, laatste paar minuten nog. Het kan nog één kans misschien, je weet het niet. Nou,
Kom op jongens, kom op. Ah, die bal had niet daar naartoe gemoeten. Verdomme. Nou, dan zal het eigenlijk wel afgelopen zijn. Die bal wordt natuurlijk nou zo meteen naar voren geramd. Kom, moet die bal hebben. Nee. Ah, kom op zeg. Buitenspel, oké. Okay, nou, snel. Kom, 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 kom. Dat is een weakness in his game. Gets caught offside too many times. Just failed to. Ja, Locadia, Locadia, Locadia. Ja! What the fuck is dit? Hoppa! Nou, nah, wat een onzin is dit zeg. Wat een schot, wat een knal. En het is Locadia die dus gewoon 2 in de hand in de laatste paar minuten. En ze worden toch nog 3-3. Ik denk, ik schiet maar gewoon. Ik zag wel. Pereira was er denk ik, of niet? Wie was dat? Ik zag wel lopen, maar ik denk, ik schiet maar zelf. Want de ballen vliegen deze FIFA er allemaal in. En jawel hoor, het is 3-3. Hoppakee, wat een knal jongen. Hopsa. Nou, de wedstrijd zit erop. We hebben uiteindelijk gewoon nog gelijk gespeeld. Het voelt als een soort van overwinning. Want echt zeg maar 5 minuten voor het einde stonden we nog 3-1 achter. Het wordt uiteindelijk toch 3-3 door de 2 goals van Locadia. Dus dat is wel erg lekker. Goed, voordat we het echt aan het einde gaan van deze video, gaan we natuurlijk eens even dus naar de tussenstand kijken in de Eredivisie. We hebben nu 16 wedstrijden gespeeld en 43 punten. 14 keer gewonnen, 1 keer gelijk, 1 keer verloren. Feyenoord heeft 5 punten minder, maar die hebben een wedstrijdje minder gespeeld. Dus die zouden bij een winst dus eventueel op 41 komen. En dan hebben we dus maar 2 puntjes voorsprong. Ja, qua doelsaldo hebben we nog steeds, staan we nog steeds ontzettend goed. Maar ik moet wel zeggen, we hebben de laatste 2 wedstrijden 5 tegendoelpunten gehad. Dus wat dat betreft was dat wat minder. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook al heel veel doelpunten gescoord. Dus dat is allemaal hartstikke prima. Dat was in ieder geval weer de video. Ik zou zeggen, ontzettend bedankt voor het kijken. En ja, vergeet natuurlijk niet te liken. Tot de volgende video. Adios en tot ziens.